Symptomen van een hoog cholesterolgehalte. Symptomen van een hoog cholesterolgehalte. Vanaf je 20ste is het belangrijk om regelmatig op controle te gaan en je cholesterolgehalte te laten testen om er zeker van te zijn dat je geen gevaar loopt. Cholesterol is een vetsoort die aanwezig is in alle lichaamcellen en die noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat je lichaam optimaal functioneert. De lever scheidt het grootste gedeelte van het cholesterol in je lichaam uit, maar het kan ook in je lichaam terechtkomen door het eten van bepaalde voedingsmiddelen. Het voornaamste doel van de aanwezigheid van cholesterol is de aanmaak van koolzuur tegengaan. Dit zuur heeft de taak om vetten te verwerken en daarnaast om bepaalde geslachts- en schildklierhormonen aan te maken. Doordat echter zoveel organen dit zuur nodig hebben, kan het gevaarlijk worden wanneer het niet goed onder controle wordt gehouden. Het grootste probleem is dat veel mensen tegenwoordig het gegeven dat ze last hebben van een hoog cholesterolgehalte gewoon negeren, net als het geval is bij veel andere aandoeningen. In eerste instantie kan een hoog cholesterolgehalte gemakkelijk onopgemerkt blijven, doordat er geen sprake is van duidelijke symptomen. Het gevolg hiervan is dat er ernstige problemen met de lever kunnen ontstaan en zelfs nog ergere problemen met het cardiovasculaire systeem. Een hoog cholesterolgehalte verhoogt de kans op het ontwikkelen van arteriosclerose, een aandoening waarbij cholesterol en andere lipiden zich tegen de aderwanden ophopen en zo de bloedsomloop belemmeren. Vanwege de vele risico's die een hoog cholesterolgehalte met zich mee kan brengen en omdat het zo moeilijk te achterhalen is, is het hartstikke belangrijk om te weten wat de symptomen zijn, zodat je er goed alert op kan zijn. Symptomen van een hoog cholesterolgehalte vanaf het 20ste levensjaar is het voor iedereen belangrijk om regelmatig langs te gaan bij de dokter voor medische controles, waarbij ook een bloedanalyse wordt uitgevoerd om het cholesterolgehalte te controleren. Dit is belangrijk, omdat het vaak lang duurt voordat een hoog cholesterolgehalte duidelijke symptomen ontwikkelt, waardoor de aandoening moeilijker onder controle kan worden gehouden. Vooralsnog bestaat er geen uitsluitend symptoom dat je kan vertellen of je gevaar loopt zonder een bloedanalyse te laten doen. Deskundigen hebben echter wel een lijst gemaakt van bepaalde terugkerende symptomen die aan kunnen geven dat de kans op het ontwikkelen van een hoog cholesterolgehalte groter is. Een zwaar gevoel en pijn in de lever en galblaas. Een zwaar gevoel in de maag en moeite met bepaalde spijsverteringprocessen, met name na het eten van vetrijke voedingsmiddelen. Oprispingen, darmgas en indigestie na het eten. Problemen met de stoelgang met een aanleg voor constipatie. Drang om te slapen na het avondeten. Uitslag of jeukende huid. Verlies van evenwicht of duizeligheid. Ontstekingen en gevoelloosheid in de ledematen. Problemen met het gezichtsvermogen. Agitatie bij het bewegen of het uitvoeren van lichamelijke activiteiten. De symptomen worden vaak verward met andere veel voorkomende gezondheidsaandoeningen die vanzelf weer kunnen verdwijnen.
Wanneer je echter last hebt van deze symptomen en niet je best doet om te achterhalen of ze inderdaad veroorzaakt worden door een hoog cholesterolgehalte, dan wordt deze aandoening doorgaans ernstiger en kan het schade veroorzaken die moeilijk of helemaal niet hersteld kan worden. Het goede nieuws is dat dit allemaal voorkomen kan worden door een simpel bloedonderzoek af te laten nemen en door een paar gezonde leefgewoontes aan te nemen die kunnen helpen om je cholesterolgehalte op natuurlijke wijze te stabiliseren en tegelijkertijd de leverfunctie verbeteren. Hoe je zelf thuis je cholesterolgehalte kunt controleren. Hoewel het in de meeste gevallen nodig is om een bepaald farmaceutisch medicijn in te nemen om het hoge cholesterolgehalte te verlagen, is ook bewezen dat dit niet voor iedereen noodzakelijk is. Of je nu wel of geen medicijnen slikt. Het is altijd verstandig om de consumptie van voedingsmiddelen die rijk zijn aan vet en calorieën te vermijden. Dit zijn voedingsmiddelen als gedroogde vleeswaren, vleesbeleg als ham met junkfood, gebak, verwerkt voedsel, bakkers en boter en mayonaise, eierdooier. In plaats van de bovengenoemde voedingsmiddelen te consumeren, is het belangrijk om je eetgewoontes te baseren op voedzame ingrediënten als vers fruit, groenten, peul, vruchten, volkoren, granen, velproducten, olijfolie, mager vlees, vette vis, chiazaden of lijnzaad. Ook is het belangrijk om de manier waarop je eten bereidt te veranderen. Probeer je eten niet te frituren, maar het in plaats daarvan te bereiden zonder olie, door het te koken of te grillen. Nu je weet hoe gevaarlijk een hoog cholesterolgehalte kan zijn, is het belangrijk om je gewoontes te veranderen en zoveel mogelijk te doen om je cholesterolgehalte onder controle te houden. Hoewel het in eerste instantie namelijk kan lijken alsof het weinig invloed heeft op je gezondheid, wordt dit risico steeds groter. Een hoog cholesterolgehalte zal je lichaam voortdurend blijven veranderen en op den duur ernstige aandoeningen kunnen veroorzaken. Wees dus voorzichtig.